Het Martini ziekenhuis heeft het laagste sterftecijfer van alle ziekenhuizen in Nederland. Dat blijkt uit cijfers over het jaar 2010 die dinsdag gepresenteerd zijn. Het sterftecijfer is niet alleen afhankelijk van het aantal gestorven patiënten over een jaar. Diverse factoren bepalen het eindcijfer. En dat maakt een vergelijking mogelijk tussen ziekenhuizen die bijvoorbeeld meer ernstige gevallen behandelen en ziekenhuizen waar patiënten met kleinere problemen behandeld worden. Er wordt gekeken van binnen een groot ziekenhuis, een klein ziekenhuis, een gespecialiseerd ziekenhuis. Daar wordt allemaal rekening mee gehouden. Dat kun je allemaal statistisch veranderen en aanpassen. Het betekent dus dat er een soort een sterftegetal uitkomt wat recht doet aan de mensen die jij in je huis hebt. Dus of je zwaardere patiënten hebt of lichtere patiënten. De positieve cijfers maken het Martini ziekenhuis dus niet direct het beste ziekenhuis. Het is wel zo, als je zegt, van, kun je daar ook de conclusie uit trekken dat het Martini ziekenhuis dus het beste ziekenhuis is van Nederland. Dan denk ik dat je daar voorzichtig mee moet zijn, omdat er een aantal elementen in zitten die nader onderzocht moeten worden. Waar de goede cijfers vandaan komen is dus niet direct duidelijk. Het Martini ziekenhuis kent wel zijn sterke punten. Op een aantal punten zijn onze lage sterftecijfers ook verklaarbaar door een buitengewoon goede intensive care, die echt heel goed wordt aangestuurd ook. Buitengewoon goed contact met huisartsen, zodat je over patiënten heel makkelijk kunt overleggen. En ook de nadruk die we al jarenlang leggen op veiligheid, kwaliteit en het zichtbaar maken van kwaliteit en veiligheid direct op de werkvloer.